Ja, een goede vraag om te stellen is ook, wat zou de politiek moeten doen, de overheid, om COVID-20 te voorkomen? Eigenlijk ligt het ook bij de mensen zelf eigenlijk, of je aan de regels houdt of niet. Goh, ik leef gewoon met de dag, man. Laat gewoon iedereen leven. Want ze proberen al hun best te doen. U vindt dat ze hun best doen? Op dit moment wel. Het hangt van wij mensen, wat doen wij eigenlijk eraan? Ah, wij zijn het probleem. Men moet beter opletten. De mensen die ziek zijn, moeten gewoon eerlijk toegeven van, hé, luister nou, ik ben ziek, zet dan gewoon een mondkapje op. Begrijp je dat? Zo voorkom je dat je anderen besmet. Dat we vanaf het begin al strenger moeten zijn. Strenger? Ja, en vanaf het begin al. En niet zeg maar na een aantal maanden pas met lockdown dan weer eruit, dan weer erin. Dat is gewoon, ja, verwarrend ook. Meer bezig zijn met Nederland, sorry hoor, dan met Oekraïne. Kan u misschien zeggen dat de communicatie wellicht te wensen over heeft gelaten? Dacht ik wel. Ik denk dat ze al veel geleerd hebben van wat de afgelopen 2 jaar gebeurd is. Ik denk dat ze naar Zweden moeten kijken en dan gewoon naar de model moeten kijken van Zweden en daar leringen uittrekken. Zijn mijn eigen dochter zeg. Ik prik niet. Maar bent u het type Osodresi of bent u gevaccineerd? Ik ben wel gevaccineerd. Ik ben Osodresi en ik ben ook gevaccineerd. Belangrijk voor u. En ik ben ook geboosterd. Wanneer je longen het beginnen te geven, wanneer je kortademig wordt, heb je geen Osodresi daartegen. Osodresi is meer om voor een oppepper. Om je op te peppen. Aha. Maar tegen longaandoeningen heb je geen Osodresi. Ik ben niet gevaccineerd. Nee, gewoon echt Osodresi sowieso. En ja, als het komt, dan komt het. En als het weer weggaat, dan gaat het weer weg.